Als je weer eens wat anders wil proberen met skiën, dan biedt freestyle altijd talloze mogelijkheden. Een van de leuke dingen om eens te proberen is het rijden van een box in het funpark. Mees van Lierop, een van onze beste en meest professionele freestylers, legt uit hoe je dat aanpakt. De eerste stap van het rijden van een box is dat je rechtdoor over de box glijdt. Je skis zijn ongeveer op schouderbreedte. Je houdt zo vlak mogelijk in contact met het oppervlak van de box. Je blijft gewoon kalm en rustig. Je glijdt naar het einde van de box. En je komt vanzelf gewoon op je skis terecht. En zo krijg je een lekker gevoel voor het rijden van een box. Uiteindelijk is de bedoeling dat je de box dwars gaat rijden. Hierbij is de basispositie heel erg belangrijk. En deze gaan we oefenen op de piste. Je komt aanskiën met skis op schouderbreedte. Je maakt een sprongetje, je draait een kwartslag en dan land je met druk op je dalbeen. Je schouders staan loodrecht op de piste en je kijkt naar beneden. Let er dan wel op dat je skis nog steeds op schouderbreedte staan. Nu zijn we klaar om het te proberen op de box. Hierbij is het allerbelangrijkste dat je precies hetzelfde doet als je op de piste geoefend hebt. En vertrouwen in jezelf hebt en vooral niks anders gaat doen dan de basishouding aanhouden. Dus je springt, je landt dwars op de box, je steunt op je dalbeen, je kijkt naar het einde van de box. Nu moeten we alleen de box nog af. Je draait je schouders en je skis voor jezelf en je rijdt weg als een baas. Als je dit allemaal onder de knie hebt, dan beheers je de basistechniek voor sliden. Deze kan je ook toepassen op andere boxen of rails. Veel succes met oefenen. Zoek een funpark en ga aan de slag met de tips van Mees. Denk wel aan je veiligheid. Zoek een lage box, een vlakke box. Zet een helm op en heel veel plezier. En wil je nou meer weten over skitechniek? Kijk dan eens op wintersport.nl.